Liefje, slaap jij nu nog? Oh, wat zijn ze mooi. Oh, wat zijn ze mooi. Nou, waar zou ik ze zin doen? In de piano. Nou, goed zo. Oh, oh, oh. Ik zie geen piano. In een vaas natuurlijk, waar anders in. Daar staat er een. Rustig, schaam. Oh. Nou ja, doe jij dat maar, ik kijk wel. Ja. Wel het papier er eerst afhalen, schatje. Oh, u heeft nog niet op de brief van ons mama gelezen, hè? Is dat dan nodig? Ja, ga me oppassen voor mannen die me schatje noemen. En ik moest eisen dat ik eens per week in het bad mag. Ik weet nog niet eens of dat er wel een badkamer is. Nou, haal maar water uit de put, wil je? Ja. Oh, oh! Boekje van Duits heb ik er ook gekregen. Mevrouw, ik vraag u nederig pardon. Ja. Vishandel de rotte oester met een bevrijdingsoester. 120 euro voor 4 dozijn oesters. Nou, mag er wel onder andere een parel in zitten. En waar is dat voor? Ja, u zei dat ik water moest gaan halen. Kijk. Kijk, ze die poes erbij heeft. Doe en spreek niet tegen, hier. Ja. Ik zie het. Gebruik wel altijd eerst je hersens. Daar! De jongen is gebracht, die is zijn keuken aan het openmaken. En ik heb gezegd dat hij die wet geuren wel kon houden. Oh, ik heb het toch zo naar mijn zin hier. Oh, dat doe ik wel, Marie. Oh, heb jij je oesters maar op de vier borden, hè? Ja. Staat er misschien in dat boekje ook hoeveel 12 is? Ja. Nou, geheel onamusant is er nou ook weer niet. Nee, maar jij gaat nu even naar mij luisteren. Onder het eten krabbel jij dit keer niet terug. Je speelt gewoon door. Je woont hier al jaren en je schilderijen brengen 4000 euro per stuk op. 4. Oh. Ja, word kwak. Ik weet niet dat ze het zijn, maar ik ga nu echt weg, want ik verknal echt alles als ik hem tegen de lijn loop. Vooral die zus van hem. Nou, kijk, als nou deze hele affaire niet slaagt, hè, dan wordt het een dure grap. Ja. Oh ja, dat geld, dat moet ik nog van je hebben om deze huur van de flat te vereffenen. Oh ja, maar niet nu, want ik heb het niet. Niet? Oh, je hebt minder het avontuur gestort en je zou alle risico's dragen. Ik heb nu gewoon geen geld, dat hindert toch niet? Hindert niet? Oh, je hebt minder het avontuur gestort en jij zou alle risico's dragen, hè? En dat hindert wel. Oh. Waar ben jij bang voor? Voor van alles. Zoals? Voordat die cheque wordt ingeleverd, heb jij dat geld heus? Nou, ik hoop het hoor, want ik heb daar een slechte naam. Laatst nog Drentse gerechtelijke stappen te ondernemen, dan ga ik de gevangenis in. Wat kan jij toch ook blijven? Nou schat, ik ga. Ja. Oh nee, ik heb nog een idee. Oh, elke keer als jij een idee hebt, knallen de vulling uit mijn kiezen. Nee, dit is een goed idee. Als jullie aan het lunchen zijn, dan bel ik ze nu en dan even op. En dan doe jij net of je één van je vele klanten aan de lijn hebt. Ja, nou, want dat maakt indruk. Nou, ik ben niet zo heel erg goed in die soort conversaties. Ja, en jou. Tegelijkertijd kun je mij op de hoogte houden van de situatie. Ja. Deed ik je weer aan vergiftige lippen denken? Ja, een beetje. En de oesters die leid je. Hè? Op de bodem. Nou, lieve schat, niet vergeten wat ik gezegd heb. Ik bel je. Ja. Stel je verloofde? Nee, die komt straks pas. Nou, ze zei anders wel lieve schat, hè? Weet je wat dat bij ons betekent? Nou,
dat u dan al half getrouwd bent? Nou, probeer het maar niet te begrijpen, Marie. Maar kom eens hier. Laat me je eens goed bekijken. Ah, stukken beter. Kun je dit zien, Marie? Ja, u steekt 6 vingers op. En wat is dit? Dat is een hand die Duits zegt. Nou, dan hou je hem toch nog maar eventjes op. Oh, daar heb je ze al, daar heb je ze al. Oh, ga wel op, doe Marie, en doe het heel, heel netjes. Ja, dan sta je er beschreven, hè? Zijn, oh, Marie, schiet een beetje op, alsjeblieft.